Hallo, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sander Smit. En we zijn nu aan het fietsen. Nu ongeveer een kilometer, we zijn echt bergaf al een beetje. Van de storm geweest tussen afgelopen nacht en gisteren. Dus, en ik ben nu de chaos aan het meten. Kijk hoeveel er staat. Nou, de bomen zijn dus ongewaaid. En we gaan nu een stuk fietsen. We gaan boodschappen doen trouwens. Dus we gaan ook naar de winkel. We gaan even hier langs. Kun je de chaos allemaal zien. En genoeg dingen liggen door de grond, zoals je ziet. Daar de handbomen omgewaaid zijn. Hier allemaal takken. En, ja, genoeg benden zie je. Allemaal dingen op de grond en ik weet niet veel. Net lag er een tak onder op de weg, gewoon deze over het fietspad heen. Dus ik kon geen kant op, dus daar heb ik mijn fiets op getild. Daar ben ik daarheen gegaan, dus ja. Hier valt er wel weer mee. Maar ik ben bang dat ik meer bomen ga zien die ongewaaid zijn. Het is wel een risico om zo te gaan fietsen nou, tussen de bomen door, maar dat maakt niet uit. Hier nog allemaal bomen. Wat takken hier. Opletten is het wel heel erg nu van voordat je op een tak rijdt dat helemaal een week van stekels gaan zitten of zo, of dat je onder ze boven gaat. Dat moet niet gebeuren natuurlijk. Nee, hier. Er is niet zoveel gebeurd nog. Alleen dit is dan wel hier afgewaaid. En het waait nog steeds best hard hoor. Soms krijg je nog gewoon een windvlaag over je heen dat je echt denkt van wat? Even soms zijn helemaal zo, maar het komt goed. Hier zijn allemaal nog dingen. Hier ligt meer. Boom ongewaaid. Wel een beetje spannend, maar dat komt goed. Dit is nou de bos hoe het eruit ziet, echt in de bossen of zo. Hier boom ongewaaid. Hier een boom ongewaaid. Hier een boom omgewaaid. Allemaal bomen hier ons boven en weet ik veel. Allemaal dingen op de grond. Dat is flink er naartoe gegaan gisteren. Ik dacht eerst van, oh, er is niks aan de hand. Gaat niet veel gebeuren. Maar als je ook kijkt, ligt er echt al veel dingen en takken en bomen. Ja. Dus dat is blijkbaar wel heel veel geweest. En ik heb er wel meegemaakt gisteren. Dus is niet meegevallen eigenlijk. Hier is het een beetje rustig. Nou, we moeten even uitkijken waar we fietsen. Er ligt overal ligt wel wat. Zoals je nu ziet. We moeten een lekker band krijgen natuurlijk. Nou ja. Het ergste hebben we nog gehad. Maar. Zoals je weet, het is nog niet direct de storm dat afgelopen is. Vandaag en morgen nog. Vandaag en morgen nog is het storm. Dus eigenlijk is het niet zo snel om buiten te gaan. Ik mag alleen maar fietsen als ik in de auto heen gaan. Dus dan heb ik geen keus. Ik moet boodschappen doen. Dus hier laat ik het bij als ik bij de winkel ben. Dan zien we mij weer. Dus tot straks. Yo. En we zijn weer onderweg. Nu is een beetje wind stil, maar ik heb een dikke bigshot op mijn hand. En, het is wel best wel zwaar om te fietsen met een bigshot op je hand met heel veel tegenwind. En ik heb geluk dat ik nu al aan de winkel ben geweest, niet om 6 uur. Want om 6 uur begint de ellende weer, gaat weer een dikke storm. En dan is het geen windkracht 12, maar dan is het windkracht 7. Dus het is best hard.
weer storm, hé. Jezus. En elke dag naar storm, dat is niet echt niet normaal. Maar, ja. Ik heb niks aan helaas, dus ja, het is best gevaarlijk deze fietstocht. Want er zijn genoeg takken en weet ik veel, alles, alles ligt hier op de grond. Als je heel even niet uitkijkt, dan glij je zo uit met de fiets en dan heb je heel erg veel pijn. Dus we gaan even goed uitkijken, want straks heb ik ook nog een fietsroute waar een boom gewoon recht over de pad heen zit. Dan moet ik mijn fiets optillen, tas van de fiets af. En dan moet ik hem goed optillen, want anders kom ik er nog niet overheen. Het is best wel een brede boom nog. Dus ja, het is wel even uitkijken nou deze dagen met de fiets. Maar het komt goed. We gaan het is ons vaker gelukt, dus ook wel met een beetje wind. Maar ja, zowel het er allemaal ligt nu, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar we gaan het zien. De storm begint alweer een beetje te komen, dus 6 uur is het weer helemaal los. Dus dan gaat het weer beginnen. Dus het komt allemaal wel goed, maar het is niet normaal 3 dagen in de week. En dan zo lang en zo hard storm. Dus we gaan dan kijken hoe het dan verder gaat. Dus zie jullie weer straks. Tot zo. En we zijn er uiteindelijk na 4 kilometer fietsen nu. Zijn we bijna aangekomen en het waait al een beetje harder. Oh. Dit is nu hoe wij de storm meemaken hier in Boshoort. En ja, het is weer vandaag, is het weer een probleem. Vandaag is het dus om 6 uur is het code geel of code oranje, weet niet. In het hele land weer, dan komt de windkracht 8. Gaat hier komen. Vanavond opgepast iedereen. Vanavond komt er weer een storm. Ik ben dan windkracht 8. Dus 6 uur begint het ongeveer. Dus hou je de schrap. Dus dan gaat het weer gebeuren. Morgen weet ik nog niet. Maar waarschijnlijk komt er dan ook weer een storm, zag ik staan. Maar vanavond sowieso windkracht 8. Dus hou er rekening mee. We zijn nu weer terug in de kamer van de fietsen. We hebben nu lekker eten gehad wat we gaan maken. We gaan vandaag een nieuw recept. Gewoon een lekkere recept maken. Lekker, redelijk gezond. We gaan lekker gehakt maken met macaroni. Met gehakt gaat dus de groente erin. Plus een lekkere macaroni mix. Sausje dus. En even kijken. De groente kan er nou in. Dat gaan we nou doen. En de groente is altijd lekker. Dus doen we lekker veel van. Zo. Van een hele zakje. Dat gaan we even bijroeren. Van, die moet ook een beetje geslonken worden. Dus dat gaan we nou ook direct doen. En dan doen we een beetje zo er doorheen. En zo. Ik moet eerlijk zeggen, het ruikt nu al lekker. Het is nou gewoon een simpel gerechtje. Dat kan iedereen wel maken, denk ik. Gewoon een lekker simpel macaronietje. En daarbij heb ik dus... Je moet altijd met de macaroni moet je dus een beetje bij verroeren.
als je niet gaat roeren in een macaroni, dan kan het aankoeken aan de pan in een bodem, dus dat moet ook niet. En nou ja, ik ga lekker koken en dan ga ik ze eten en dan zie je mij weer, het is al bijna 5 uur trouwens, dan zien we mij weer bij de volgende video, morgen weer online. Dus hierbij laat ik deze video in. Later.